Hier nog wat andere puntjes. Ik heb hier nog een peer-ekken. Oké, deze bak zit wel lekker goed uit. Ik draai niet echt op heel en af en toe natuurlijk aan en uitgezet omdat het iets te veel lawaai maakt en voor de mensen irritant. Dus we gaan andere dingen doen. Echt de andere opslagen. En dan de nieuwe pomp met minder geluid. Is het desalniettemin niet zo succesvol? Helemaal hetzelfde resultaat, maar we komen er wel. We hebben nog een paar bochtjes nodig en dan hebben we geen geluid meer. Dat is het niet doen, man. Helaas. We hebben weer een nieuwe item binnengekregen. Volgens mij vorig jaar besteld en nu pas binnen. De wasabi. Dus we gaan een lekkere wasabi kweken hier. Die hier zit en die in de box zit. Zo. Ja. Dat. En dan. Wasabi. Yeah. De piepschuim wasabi. Ik ga nog verder in boxen. Een rondje hier. Ja. Nou ben ik heel benieuwd of de wasabi gaat groeien in de aquaponics. Ik heb een paar YouTube-filmpjes gezien dat ze hier van in een stromende beekjes groeien. Dus dat is ook wel eens een mooi stromend beekje. Dus de wasabi, de echte wasabi. Het nieuwe goud misschien. Kost een paar honderd euro als je een goede verse wortel wil hebben. Worden gewoon restaurantjes met de luchtposten spoedkoerier heen en weer gevlogen. De wasabi japonica scherpspisserij Japan bij onder andere sushi, zachtpitgeblad, smakelijke bloem, wortels ontstaan later. Ja, later, dat duurt dus 2 jaar. Hè. Dus, nou, afijn, we gaan deze wasabi even uitpakken uit de grond. En dan. We kunnen hem plaatsen in het systeem. Hè? Ja. Dan zag je het. Aarde. Even kijken hoe we deze gaan billet gaan manipuleren. Oh, daar gaat hij al. Nou, dat is een weinig aarde. Even de aarde uitfutselen. Dingetje. Laten we gewoon iets aan het raam.
zoveel mogelijk in contact. Net iets. Ze zitten in de buurt, ze zitten. Nou, een plekje even. Hoppa. Here we go. Wasabi aquaponics. Gisteren tomaatjes. Maar die is natuurlijk next level. Als het lukt hier. Dan hoef ik in ieder geval niet meer Japan te doen. Wasabi. We kunnen tenminste echte wasabi krijgen bij de sushi. Niet die imitatie Mirix-wortel, bla bla. Ik heb al een gat gegraven, maar dan moet ik iets minder diep. Wasabi houdt van vochtige, stromende omstandigheden. Dat moet ik persoonlijk inpakken. Niet te veel zon. Dat is niet leuk. Gewoon schaduwrijk. Er is heel veel zon hier, maar het is nou wel schaduwrijk. Houdt er niet veel van hitte, ongeveer 8 tot 20 graden. Nou, het is hier wel heel warm, maar ik weet niet. Het is toch anders, hè? Het is geen wat we hebben hier. Sommige planten doen het juist heel goed, terwijl je iets hebt van normale zahibi. Dus, heel erg spannend. De wasabi. Hé, hey, Maus. Goed. Ja. Ik heb een pakketje binnengekregen. Wat dan? Ja, wasabi. Ah, oh, is het eindelijk? Hadden we het gisteren niet over? Ja, dat is het over. Als je het over duivel hebt, dan... Kijk, ja, het is van hier. Maar eentje, of... Ja. Oké. En een mysteriezaad. Wat mystery? Weet niet. Wat is het? Oh, we zijn bezig met een stolp voor de luchtpomp, zodat die lucht gaat aanzuigen via een speciale kas die hebben we nog gebouwd hier. Gaat dus de lucht van de solar generators hier in, dus in de pomp, het gaatje naar binnen gezogen in de geyserpomp. Daarmee ook het water verwarmd. Dus daar zijn we mee bezig. En naast de wasabi hebben we ook nog mystery seeds gekregen, de sheer kale basje. Peer en eggs. Net een peerlampje. Dus, peer snap ik nog wel, maar een lampje. Dat is niet perfect. Kale basje kunnen probleemloos buiten worden gedeeld. Oogst tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Een grap van links van keiharde en lang houdbare vruchten. De crème witte kleur samen met de peer en egg vormen maken dit tot een geliefde kale basje voor rustige en moderne presentaties. Kijk, moderne en rustige presentaties genereren. Een geel past immers niet altijd in ieders interieur. Dus. De zaadje is al geplant. We kunnen ook wel even een beetje guerrilla zaaien. Zo. Hier wordt eenheden. Gaan we gewoon ergens een grond drukken. We gaan even hierbij. Zo. Ja. We onthouden die plek. En hier ook nog een mooi plekje. Zo. Daar. Ja. En dan zijn we nog even bezig. Hier nog een framepje voor... Een concept regen vangen. Of de regen van de regenwater opvangen in een tonnetje. Dan moet je folie overheen en terug vangen en dan kijken wat we gaan doen. Yeah! Dutch job. We hebben wel aardig wat fauna gezien. Kevertjes. Ja, we hebben al een slak gezien.
een beetje de boel kaal te vreten. Slak. Hoppa. Het is lekker het onkruid aan het opeten. Dat is een voordeel dat we gewoon straks onkruid hebben waar ze aan kunnen snacken. Dan hebben we geen concurrentie. Althans, ja. Dan kun je gewoon meedraaien. Dus we hebben geen onkruid die het meer bestreden hoeft te worden. Dat is te gevaarlijk. Kijk wat meer kunnen vinden. Sowieso mierennest. Ook wel naar een zin hier. Zit hier de. Nog meer beestjes. Vliegjes, spinnetjes. Kijk. Kijk, daar is een spinnetjes in. Nou, hier zitten niet zoveel beestjes. Veel spinnetjes. Gisteren hadden we echt zo'n lucht gezien. Een dikke angel. Onze wilde rucola. En onze visjes. Kunnen we ze zien? Irritante reflectie. Moeten we wel dat watervlooi weer ingooien. Die gaan natuurlijk het hele water weer in zuiver eten, dat is de volgende algen. Dus. Dat is dan iets voor maan. Dertig stukken zitten hier nu in. Binnenkort ook een marmerkreeft. Die gaat de bodem opwoeden, zodat het altijd een beetje heen en weer blijft. Hier nog wat andere plantjes. Ik heb hier nog een peer-ekken plant erin gedaan. En vandaag is het gewoon lekker 30 graden hier. Het is niet echt zonnig, maar goede temperatuur hier. En het groeit ook lekker door. Ananas, boontje, dan is een nieuw wasabi. Moet ik even erbij trekken. Ik heb gewoon 2 dagen op postkantoor gelegen. Zo. Sla die aan het schieten is. Er komen al bloemetjes aan. Oké, deze bak zitten we lekker goed uit. Het draait niet echt stabiel en af en toe wordt hij ook aan en uitgezet omdat het iets te veel lawaai maakt en voor de mensen irritant. Dus we gaan even een kreetje uitvoeren met toch een klein luchtsteentje. Een oud concept. Kijken of dat gaat werken. Dus, schoonmaakactie nummer 2. Trouwens, het groeit wel lekker door hier. Die plantjes en darmgras en dingetjes. Dus die hebben we wel naar zien. Actie. Even de dingen in beeld. Even de andere slaatje. Dit is een enkelvoudig luchtslangetje. Ik blaas nog grote luchtbelletjes in deze buis. En dat geeft het geluid. En dat vinden ze irritant hier. Dus we gaan naar over op zo'n burger. Daar is hij. Een klein luchtsteentje. Die gaan we
is dat het kleine luchtslangetje hier, krijg je dus grote luchtbellen en dan ook hier geeft het nageluid. En dan gaan we dus kleine luchtbelletjes toevoegen, zodat het misschien in de lucht gaat persen en dat het minder geluid gaat geven, maar gewoon de hele tijd op. Dus we zullen zien, we hebben hier de pomp die uitgezet is natuurlijk voor de mensen dus geluid irritant vinden. Kan niet uit. En dus de overkomen. Dus we gaan deze aansluiten. Zo. Even hier. Zo. Nou, ik ben benieuwd wat dit weer gesteld gaat zijn. De nieuwe pomp met minder geluid, hoop ik. Is de test nog niet zo succesvol? En ik hoop dat deze nou wel gaat doen. Poging 2. Hetzelfde resultaat, maar we komen er wel. We hebben nog een paar bochtjes nodig en dan hebben we geen geluid meer. Als we dit doen, dan hebben we haast niks meer. En hoppa. Hier kunnen ze wel tegen. Dus, nou kan het aquarium ook weer een beetje bijtrekken, want het is aardig groen.